De groet uit Oestgeest aan Jeroen van der Veer. Dag Jeroen. Je bent voorzitter van de Raad van Commissarissen van de ING. Samen met de andere commissarissen zie je toe op het beleid van deze financiële reus. In die rol ben je ook de werkgever van Jan Homme, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de ING en zijn collega bestuursleden. Jan Homme stond afgelopen maand volop in het nieuws in verband met de miljoenenbonus die hij kreeg aangeboden door jou en de andere commissarissen van ING. In deze affaire speelde jij als president-commissaris in mijn ogen een zeer dubieuze rol. Het bestuur van ING heeft de afgelopen jaren een enorme prestatie verricht, zowel commercieel, intellectueel als fysiek. Het door de crisis zwaar gehavende bedrijf. Moest financieel gezond gemaakt worden, opgesplitst worden in twee aparte ondernemingen, deels verkocht worden en er moest een algehele cultuurverandering worden doorgevoerd. En dat alles bij grote economische, politieke en maatschappelijke tegenwind. Ga maar aanstaan. Het is voor insiders dan ook niet geheel onbegrijpelijk dat jouw raad van commissarissen geoordeeld heeft dat de bestuurders van ING over 2010 een bonus verdienden. Zeker Jan Homme, die in het eerste jaar zelfs geen salaris vroeg. Hoe je ook over de bonuscultuur en de hoogte van bonussen denkt, de ING-bonussen bleven binnen de regels van de code banken. Ze werden ook keurig in het jaarverslag beschreven. Ik kan je verwijten dat je niet aangevoeld hebt dat hoge bonussen op dit moment niet begrepen worden door de politiek en het grote publiek. Maar dat ga ik niet doen. In mijn ogen had je dit besluit veel beter kunnen toelichten tijdens een speciale persbijeenkomst. Maar dat is een detail. Ik noem dat een inschattingsfout. Jouw falen, Jeroen, is veel ernstiger. Door de berichtgeving over de bonus viel de hele wereld over Jan me heen alsof hij zelf met zijn hand in de kast had gezeten. Na een emotioneel debat in de Tweede Kamer over zijn extraatje, leverde Jan ook zelf zijn bonus van een miljoen euro weer in. Zijn besluit ligt hij toe in een open brief in de Volkskrant. Jij stak geen hand uit om die mago-schade van Jan om te herstellen. Dat mocht hij zelf doen. En zoiets is dan natuurlijk een kansloze missie. Jij koos ervoor, Jeroen, die aankom, als aankomend president-commissaris, evenals je collega commissaris ook die tweede keer in alle talen te zwijgen. Die keer is dat geen inschattingsfout meer. Nu is het een bewuste keuze. Ondanks alle tumult en de persoonlijke schade van Jan Homme, zag jij als president-commissaris af van een uitleggende media. Je eigen verklaring daarvoor? Je vreesde zelf door de pers aangevallen te worden. Ook je collega oud-vakbondsman Lodewijk de Waal durfde de confrontatie met de media niet aan. En dat noem ik laf. En het is ook verontrustend. Commissarissen van banken zijn uitermate belangrijk in de zoektocht naar het nieuwe bankieren. Dat is één van de belangrijkste lessen uit de jongste bankencrisis. Daarom begint de nieuwe code banken dan ook, allereerst met de rol van commissarissen. Commissarissen moeten deskundig zijn, bekend zijn met politieke verhoudingen en de maatschappelijke omgeving goed kunnen inschatten. Nou, dat is hier in ieder geval niet gebeurd. Laffe commissarissen vinden beslist de weg niet naar het nieuwe bankieren. Want daar is juist persoonlijke moed voor nodig. Laffe commissarissen leiden alleen maar tot laffe banken. Daar zit niemand op te wachten. En op Jan Homme wel? Ja. Laten we hopen dat hij nog een poosje wil blijven om ING verder op orde te brengen. Jan Homme is, in tegenstelling tot zijn commissarissen, nog nooit voor zijn verantwoordelijkheid weggelopen. Dag Jeroen, je krijgt de groeten uit Oestgeest.